We zijn naar Aqualandia. Een lekker truffels eten Aqualandia bij de 54e truffelbeurs. Ik heb nu 3-4 keer gezegd, we gaan truffels eten bij de 54e truffelbeurs. 54e truffelbeurs! Ik heb hier jarenlang gewoond. Ontzettend leuk hier. We zitten in een prachtig huis. Heb ik je al laten zien. Ga ik nog laten zien? Weet ik nog niet. Ligt aan het monteren. Maar ja, ontzettend naar zin. En de cameraman Frank heeft ook naar zin, hè Frank? Ja, zeker. Ja. Als ik er maar niet op sta. Ja, nee. Dus we gaan naar Aqualandia, daar gaan we naartoe. We hebben hier 25 verschillende vakantiehuizen. Misschien gaan we een paar bekijken, misschien niet. Ligt aan hoe lekker het eten is. Nou, ik ben hier bij de truffelbeurs zelf. Een drukte van belang. Het is ook ontzettend jammer dat ik de geur niet kan filmen. Het is helemaal doordrenkt van truffel, boven de onder. Ja, ongelooflijk leuk, gezellig. Iedereen probeert zijn truffeltjes te verkopen. Ik heb net truffels gezien van 300 euro per 100 gram, 350 euro per 100 gram. Dat is allemaal de witte truffel. Dit is de truffelwinkel die altijd open is. Nou, wij zijn een beetje truffelmoe. Ik weet niet of er iets bestaat als truffelmoeheid, maar wij hebben er last van, hè? Ja. Truffelmoeheid? Ja, in de muik ook, ja. Truffelmoeheid. We hebben alles gegeten wat te eten valt. En nu gaan wij verder naar de bar. Om gewoon even ook te zitten, ook, zeg maar. Ook. Een kopje koffie of iets in die geest, ik weet het niet. Iets vloeibaars. Ja. Heerlijk. En omdat we eigenlijk zo weinig gegeten hebben, misschien nog wel even een brioche met crème. Een croissantje? Ja, lekker. Lekker toch of niet? Ja, heerlijk. Nee, ik vind het niet erg. Ik hou er wel van.